Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video over hoe ik deze kerstlook heb gemaakt. Het is een vrij naturele look met een leuk kleurtje bij op de lippen. Dus als jullie willen zien hoe ik deze look heb gemaakt, kijk dan eventjes verder. Om te beginnen ga ik eerst concealer aanbrengen en ik gebruik hiervoor de lichtste kleur uit het contourpaletje. Ik breng dit aan onder mijn ogen en ik maak er eigenlijk een soort driehoekje van, zodat ik niet alleen de donkere kleur onder mijn ogen camoufleer, maar dat iets verder doortrek. Anders dan ga je eigenlijk een soort highlighter gaan aanbrengen onder je oog, waardoor dit nog juist harder kan opvallen. Dus we maken er een driehoek van en proberen dit zo goed mogelijk uit te blenden. Ik neem ook de zijkantjes van mijn neus mee. En eigenlijk kan je dit aanbrengen op elke plaats waar dat je iets meer dekking wil. Of waar dat je juist wat extra wil gaan highlighten. Dan neem ik mijn beauty blender erbij. En met mijn beauty blender ga ik al stempelend de concealer bij aanbrengen. Dan ga ik verder met mijn volgende stap en dat is mijn foundation. Ik neem een klein pompje op mijn hand en ik ga dat eerst met een fluffy kwast bij aanbrengen. Ik doe dit gewoon omdat ik ga voor een naturelle look, dus we willen niet heel veel dekking hebben. We willen gewoon een heel mooie, egale basis om nadien onze oogmake-up bij aan te brengen. Om alles mooi en egaal uit te blenden, ga ik nog eventjes met mijn beauty blender erover. Ik maak gewoon deppende bewegingen, zodat alle foundation die ik daarnet heb aangebracht echt heel mooi en egaal op mijn huid gedept wordt. En dat we geen strepen of oneffenheden zien. Dan neem ik de tweede donkerste kleur en hiermee ga ik mijn contour aanbrengen. Ik breng dit dus aan onder mijn jukbeenderen, langs de zijkanten van mijn neus en een klein beetje langs de zijkanten aan mijn voorhoofd om mijn voorhoofd wat optisch te laten verkleinen. Ik ga dit alles terug uitblenden met mijn beauty blender, dat het weer één mooi geheel gaat vormen. Voor nog wat extra dekking neem ik de huidskleur uit dit contourpaletje en ga ik toch nog eventjes bij over mijn kringen. Gewoon voor extra dekking. Het is een drukke en zware week geweest en dat hoeft niemand op een feestje te zien natuurlijk, dus gaan we nog wat zorgen voor extra dekking. Daarna ga ik mijn Bella Pierre poeder nemen, mijn minerale foundation. Dus dat wil zeggen dat het een poeder is waar toch nog wel wat kleur in zit voor nog een klein beetje extra dekking. En natuurlijk heel het geheel af te poederen en te matteren.
neem ik mijn oogschaduwbasis een heel klein beetje en dat breng ik aan op mijn bovenste oogleden en ook een heel klein beetje daaronder. Ik breng dit ook mee in mijn wenkbrauwen, omdat dit zo dadelijk ook wat extra basis is om mijn wenkbrauwpoeder bij aan te brengen. Dan ga ik verder met mijn wenkbrauwen en ik neem hiervoor een schuin kwastje en mijn sleek donkerste wenkbrauwkitje en dan ga ik aan de slag om mijn wenkbrauwen bij te tekenen. Dan ga ik verder met mijn oogmake-up en ik begin met een gouden kleur. En die breng ik over mijn oogschaduwbasis bij aan. Je merkt direct als je een oogschaduwbasis bij hebt aangebracht dat het pigment toch wel een stukje intenser is. Bouw dit heel voorzichtig laagje per laagje op. Dus als je de kleur nog wat intenser wil rustig opbouwen, liever twee laagjes zetten in plaats van eentje waarbij dat er heel veel op de wangen komt te liggen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dan ga ik verder met een matte donkerbruine kleur en die breng ik aan in de buitenhoeken van mijn ogen. Ik gebruik deze matte donkere kleur als basis, waardoor zo dadelijk mijn tweede kleur iets donkerder en intenser nog gaat zijn. Het belangrijkste wanneer dat je kleuren gaat mengen, dus meer als één kleur gaat aanbrengen op het ooglid, is blenden, blenden, blenden. We willen geen harde lijnen hebben, we willen vooral schaduw zien. Dus dat ga ik hier ook doen, zodat je dat alles mooi is uitgeblend. Een donker rood-bruinig pigment waarbij een heel klein beetje glitter aanwezig is en dat breng ik aan over het daar juist als basis gebruikte bruine kleurtje. Ik breng dit aan met een iets vastere kwast waardoor het pigment nog een stukje intenser gaat zijn. Let hier vooral op, want dit is een heel gevaarlijke kleur, zeker in een kleur waar dat al een glittertje bij in zit. Dat gaat heel gemakkelijk op de wangen vallen, dus daarom ga ik er ook onmiddellijk bij over met een borstel om zoveel mogelijk fallout mee weg te halen. Dan weer, zoals daarnet, blenden om alles mooi egaal te krijgen.
het blenden is natuurlijk de gouden kleur die we eerst hebben aangebracht een klein beetje vervaagd. Dus die breng ik nog even extra bij aan om dit terug mooi intens te maken. Dan neem ik de lichtste kleur uit het paletje en die ga ik even gebruiken als een highlight kleur voor onder de wenkbrauwen. Eens we de bovenoogleden mooi hebben gemaakt, gaan we over naar de onderkant. En daarvoor gebruik ik een schuin plat kwastje en terug de donkerste kleur. De donkerste kleur ga ik over bijna mijn volledige ooglid, dus laten we zeggen 3/4 van mijn ooglid bij gaan aanbrengen. Dan ga ik met de zwarte kleur uit het paletje een mooie eyeliner maken. Ik ga die heel dun trekken, dus eigenlijk een heel zacht lijntje boven mijn oog. Ik gebruik daar dus voor het gewone oogschaduwpaletje, maar ik heb wel mijn kwastje een klein beetje nat gemaakt, zodat het pigment iets intenser nog gaat zijn, dus de zwarte kleur iets intenser gaat zijn en dat het ook gemakkelijker gaat aanbrengen. Het is hierbij zeker niet de bedoeling om een echte eyelinerlijn te krijgen. We gaan gewoon de bovenste wimperrand accentueren met de zwarte kleur. Zijn het natuurlijk feestdagen, dus daarbij hoort de nodige glitter. Dus ik ga met een glitter eyeliner over de zwarte kleur bij over. We zien het op camera niet zo fel, maar het geeft een heel mooi glitterrandje bij op de eyeliner. Gaan we verder met de opmaak van ons gelaat en ik begin met ons contourpowder en dat ga ik een beetje bij aanbrengen op mijn wangen, dus onder mijn jukbeenderen en ook een heel klein beetje op mijn voorhoofd. Dan neem ik een beetje blush. En dan neem ik haar.
highlighter breng ik aan op mijn jukbeenderen, dus net boven de blush. Een klein beetje onder mijn wenkbrauwen. In de putjes van mijn ooghoeken. En een heel klein beetje bij op mijn neus. Zijn we toegekomen aan de laatste stap van onze look en dat zijn de lippen. En daarvoor ga ik eerst een matte lipstick bij aanbrengen. Het is een roosrode kleur. En daarover ga ik dan zo dadelijk nog een gloss bij aanbrengen om het toch iets speelser en iets feestelijker te maken. En dan is onze look klaar. Zo, dit was hoe ik deze look heb gemaakt. Alle productjes die ik gebruikt heb voor deze look te maken, kunnen jullie hier beneden terugvinden in onze infobox. Daarnaast, voor ik het vergeet, wil ik iedereen een fantastisch eindejaar wensen, een fantastische kerstperiode wensen, hele fijne feestdagen, een schitterend 2019 dat er zit aan te komen. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Tadaa!